Ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen weten dat oorlog gebeurt. En dat je alles moet doen om te voorkomen dat die ook hier uitbreekt. En daarom werden Drutense kinderen zondag uitgenodigd om vragen over oorlog te stellen. De heer Jan Terlouw is vandaag de gast. Mag ik een heel groot applaus? Terlouw schreef 50 jaar geleden het boek Oorlogswinter. Dat gaat over de 15-jarige Michiel die tijdens de hongerwinter van 1944 gaandeweg steeds verder betrokken raakt bij illegale activiteiten. Naast een boek is er ook een film. De kinderen hebben deze voorafgaand bekeken en daarna was het tijd voor vragen. Mijn vraag was of het zijn verhaal was, wat hij in de film en het boek had verteld, of het van iemand anders was. En wat zei hij daarop? Dat het stukjes waren die hij zelf had meegemaakt, maar ook van anderen. Ik vond de vragen eigenlijk allemaal heel goed en goed doorleefd. Ik vind het fijn om te merken dat kinderen zich daarin willen verdiepen en goede vragen bedenken. Een van de vragen was ook, u heeft dan zo'n 50 jaar geleden dat boek geschreven. Had u toen gedacht dat het verhaal nog steeds anno 2022 relevant zou zijn? Relevant wel, maar dat het nog zo bekend zou zijn, was een grote verrassing voor me. Dat had ik nooit gedacht, want er zijn zoveel oorlogsboeken. Wat is het meest heftige wat u in de oorlog heeft meegemaakt? Dat is een diepe zucht. Ja, wat ik het ergst heb gevonden, is dat ik heel lang bang ben geweest dat mijn vader zou worden opgepakt. Hij was een notabel. En als er iets gebeurde, dat de ondergrondse mensen doodschoten of zo, dan werden er gijzelaars opgepakt, hè? Notabelen, zoals ik in het boek ook heb geschreven. Mm-hmm. En ik was ontzettend bang dat mijn vader opgepakt en doodgeschoten zou worden. Dat vond ik misschien wel het meest heftige, al met al. Maar ik heb ook meerdere keren moeten schuilen voor bombardementen. Ja, dat vergeet je ook niet. Als je dan tegen de hooiberg aan ligt en denkt, daar ben ik aardig beschermd. Of in een eenmansgat, als er geschoten werd op straat. Dan waren er overal gaten waar één persoon in paste. En als je dan zo'n vliegtuig zag, die gaat op die auto schieten. Dan sprongen we van de fiets en dan doken we in zo'n gat. En dan werd er soms geschoten en dan hoorde je die kogels tikken op de straatstenen. Dat soort dingen waren ook wel eng, hoor. Die herinneringen komen door de oorlog in Oekraïne vaak in hem naar boven. Die oorlog in Oekraïne die bepaalt me weer heel erg bij wat er gebeurd is. Ik herken heel veel dingen die ik op de televisie zie, omdat ze toen ook gebeurden in Nederland en ik weet dat nog. Maar vooral denk ik wat vreselijk dat we in 2022 nog altijd niet beter hebben geleerd en beter weten en nog altijd oorlog voeren. Daarom is het volgens Terlouw heel belangrijk om die verhalen te blijven vertellen. En de kinderen zijn het daarmee eens. Ja, dat is wel belangrijk, want dat zorgt ervoor dat zoiets nooit meer gebeurt. Alsjeblieft.